300 verpleegkundigen kregen gisteren op de Internationale Dag van de Verpleging grondpapieren. Minister Dinota Forswijk van Grondbeleid en Bosbeheer, GBB, zegt dat verpleegkundigen zich sterk inzetten voor de gezondheid van de gemeenschap en zij daarom deze bijzondere waardering verdienen. De grondaanvragen van de verpleegkundigen lopen sinds 2019. Het gaat om 93 toewijzingbeschikking, directeur, en 270 bereidsverklaring. De directeur heeft al aangegeven wat u moet doen om ervoor te zorgen dat die bereidsverklaring niet vervalt. Wat u moet doen dat uw toewijzing niet vervalt. Doet u die zaken, dan komt u terug bij ons. Ik wil ook natuurlijk de medewerkers van GBB, vooral domeinkantoor, bedanken voor hun inzet de afgelopen dagen om de bereidsverklaringen, de toewijzingen te maken, om ook in contact te treden met mevrouw Bendano, om ook de andere verpleegkundigen om eigenlijk te vragen naar onderliggende stukken, totdat dit vandaag een feit is geworden. President Chandrika Prasad Santokhi stond ook stil bij het werk dat verpleegkundigen hebben verricht tijdens de COVID-19-pandemie. Hij erkent dat de gezondheidssector in een crisis zit en begrijpt waarom mensen uit de sector wegtrekken. De regering werkt naar zeggen van het staatshoofd eraan om de zekerheid van deze groep te verbeteren. Maar aan de andere kant kent het leven ook andere behoeften, zoals zekerheid, veiligheid, een woning, een stukje grond hebben. En daarvoor zijn we ook vandaag hier. Om jullie de zekerheid te geven. Maar ik weet dat ook na vandaag die zekerheid nog niet volledig zal zijn. En ik ga vandaag heel kort aangeven hoe wij het beleid hebben ingericht afgelopen maanden vanaf ons aantreden waar we vandaag staan. En ik wil intensief overleg in de regeringstop met de vicepresident, met de minister van GBB en de adviseurs. En de deskundigen van het ministerie van GWB. Wat we gedaan hebben, is precies wat we beloofd hadden tijdens de verkiezingscampagne. Elke burger heeft recht op een stukje grond. President Santokhi zegt dat de regering eraan werkt om iedere burger van een stukje grond te voorzien. En ieder die volgens hem aanspraak wil maken op een stuk domeingrond, mag zich online registreren.